Het programma bestaat uit twee belangrijke segmenten: het opdrachtwerk en het autonome werk. In het opdrachtwerk worden onderwerpen als te leven, model en landschap naar waarneming geschilderd. Het doel daarbij is een eenheid te bewerkstelligen tussen het nabootsend schilderen enerzijds en de abstracte orchestratie van beeldelementen anderzijds. Een picturaal zinnelijke manier van schilderen verankert de idee dat schilderkunsten in wezen materiële taal is. De student leert hoe het ontwerp- en schilderproces de afbeelding als betekenisdrager kan ondersteunen. In het autonome werk ontwikkelt de student een eigen beeldtaal. De docent contextualiseert de voorgelegde resultaten door te verwijzen naar verwante oeuvres en relevante lectuur. Stereotype oplossingen worden vermeden door de procesmatige totstandkoming van het werk te analyseren. Onze academie is internationaal gezien een van de weinige plaatsen die studenten toelaat zich 4 jaar lang op 1 artistieke discipline toe te leggen. Op nationaal niveau onderscheiden we ons van andere afdelingen schilderkunst door het historisch bewustzijn waarvan de opleiding doordrongen is. Als we spreken over historisch bewustzijn, dan doelen we eigenlijk op de continue spanning die voelbaar is in de westerse kunst tussen traditie en revolte. Het doel is dus niet om bestaande paradigma's te imiteren. Veeleer zijn de onderzochte ismen en stromingen bakens waartussen de student navigeert richting de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. Een historisch besef aangaande het medium betekent voor ons dan ook de omzichtige demontage van oude en hedendaagse kunst in de zoektocht naar nog bruikbare onderdelen voor de kunst van morgen. Ja, volgens mij staat deze opleiding per definitie in een bredere praktijk en functioneert volgens mij de academie als een soort platform dat een deel uitmaakt van een netwerk. En dat netwerk bestaat heel concreet uit lesgevers, studenten, oud-studenten en andere personeelsleden. En die brengen elk hun... Die voegen elk hun eigen element toe, hun eigen energie toe aan dat organisch geheel. En ik hoop dat de kunst als een soort van bindmiddel functioneert, dat die verschillende praktijken en energieën verbindt. Concreet staat deze opleiding in het hedendaagse veld of vindt het aansluiting bij het hedendaagse artistieke veld, doordat de lesgevers natuurlijk allemaal een eigen artistieke praktijk hebben, een eigen netwerk, dat ze ook meebrengen naar het atelier. Wij proberen de studenten aan te moedigen om zoveel mogelijk tentoonstellingen te bezoeken. We doen dat ook collectief, dus samen met het atelier tentoonstellingen bezoeken, mogelijk atelier bezoeken. Liefst een buitenlandse reis per jaar, waar je ook weer in contact komt met een deel van die praktijk. Die dingen kunnen ook besproken worden binnen de context van de cursus. Daarnaast zijn er ook tentoonstellingen die misschien verder van onze praktijk zich afspelen, die we via online media kunnen bezoeken en bespreken, waardoor je niet enkel aansluiting zoekt bij de lokale praktijk, maar ook een internationale praktijk, wat toch belangrijk is. We hebben gastdocenten die ook weer allemaal hun eigen ervaring en netwerk mee binnenbrengen in deze atelier. We hebben juryleden die dan weer op een ander moment van het jaar ook weer een connectie betekenen met het actieve werkveld. Heel belangrijk volgens mij is ook dat studenten zelf initiatiefnemers zijn en zaken organiseren binnen en buiten de academie. En ook oud-studenten die toch een soort van hun verbondenheid, bij sommigen sterker dan bij anderen, maar dat er toch ook onze huidige studenten hun weg vinden naar de praktijk en het parcours van oud-studenten. Wat volgens mij ook nog belangrijk is, is hoe dat de school zijn best doet om aansluiting te vinden ook bij technologische
ontwikkelingen. We hebben een FabLab waar dat een poging wordt gedaan om ook technische innovaties op te volgen en aan te bieden aan studenten. En tegenwoordig is ook het bewegend beeld en video heeft zijn weg gevonden naar ons oud instituut. Wat ik ook interessant vind, omdat het toch de ambitie toont van een instituut dat vooral op zijn heritage, zijn erfenis of zijn rekent op zijn traditie, dat hij toch zich wil proberen te situeren en te actualiseren en in het nu. En dan is er nog volgens mij een derde punt dat belangrijk is en hoe dat we als school en als ateliers proberen aansluiting te vinden bij maatschappelijke vraagstukken. En volgens mij gebeurt het ook weer op verschillende manieren. Doordat wij als lesgevers een eigen praktijk hebben, een eigen betrokkenheid bij de wereld. Dat vertaalt zich natuurlijk in ons werk, maar ook in hoe dat we welke kunstenaars we aanraken, welke topics we graag bespreken met de studenten. Studenten zelf brengen ook hun vraagstukken in hun werk mee naar het atelier. Dus in die zin is er altijd een soort van een alertheid van aansluiting te vinden bij de wereld. Dus dat we niet ons helemaal in een cocon opsluiten, maar toch zien wat de kunst kan betekenen als vehikel om maatschappelijk te zijn. En dan zijn er ook volgens mij belangrijke projecten die ook expliciet bepaalde maatschappelijke thema's aanpakken, aanvullend op wat er organen in het atelier gebeurt. Ik denk dat dat voor mij in grote lijnen is hoe dat we proberen ons te positioneren. Ja, dus sommige studenten opteren voor een vervolgopleiding binnen de kunsten. Dat kan zijn een master na master, die ook op deze school wordt aangeboden. Dat kan zijn een postopleiding, zoals bijvoorbeeld het HISC in Nederland, Duitsland, zijn ook instituten dat aanbieden. Je hebt natuurlijk een educatieve master, een soort van aanvullende opleiding om te kunnen gaan lesgeven. En dan heb je nog het onderzoek, ook op deze academie onder andere, waar studenten als jong kunstenaar bepaalde topics binnen hun praktijk verder onderzoeken. En dan zijn er ook mensen die nog een extra opleiding doen die misschien ietsje verder van die artistieke opleiding staat. En dan denk ik aan curatorial studies of cultuurmanagement. Dus dat is niet zo heel ver van wat wij hier aanbieden, maar toch een beetje een academische opleiding. En dan heb je natuurlijk mensen die na die 4 jaar even voldoende hebben van scholing en in de praktijk duiken als autonoom kunstenaar. We zien ook dat sommige studenten of ex-studenten elkaar opzoeken en collectieven vormen om zelf hun tentoonstellingen te organiseren, publicaties maken en op die manier hun plek te veroveren in het veld. En wat je daar ook vaak merkt is dat jonge kunstenaars vaak hun kunstenaarschap combineren met een job. Zo zijn er jobs binnen de sector, zoals assistent bij een kunstenaar of een assistent bij een galerie. We hebben ook oud-studenten die in een kunsten supply store werken. We hebben oud-studenten die bij de technische team van musea een plek vinden. Opbouw. Dus tentoonstellingsopbouw, scenografie, decorbouw. En dan ook buiten de sector. Je hebt ook jonge kunstenaars die zeggen, weet je, ik moet economisch rondkomen. Dus ik heb een jobje in een boekenwinkel of in een café. En daarnaast probeer ik als kunstenaar mijn praktijk te ontwikkelen. Dus dat zijn zo wat de verschillende parcours waar ik onmiddellijk aan denk. Um,
En van eigen investeringen moet je voor bijvoorbeeld anatomieles of voor tekenles, kun je papier kopen. Voor te schilderen heb je een verf nodig, penselen, dus acryl, olieverf, penselen, gesso in sommige gevallen, en spilletten voor canvas op te strekken, en dat is het zo. Een van de hoogtepunten van de, wat mij betreft, en van heel, ik weet ook van heel veel andere mensen, van mijn studieloopbaan is geweest de landschapsstage die elk jaar wordt georganiseerd in het voorjaar. Dat is een studietrip van 5 dagen, georganiseerd voor de eerste en de tweedejaars. De derde en vierdejaars mogen vaak ook aansluiten. Waarbij je met de hele klas en verschillende klassen met z'n allen in een herberg gaat zitten. Vlakbij de Franse kliffen bij Calais. Waar eigenlijk de opdracht is proberen het landschap te vangen in je schilderij. Dus je gaat daar naartoe met je ezel en je verschillende paneeltjes of canvasjes. En je moet proberen, gaat dat landschap schilderen. En dat is een hele goede ervaring, omdat je voor het eerst eigenlijk... Dat is een ervaring die veel mensen tot dan toe nog niet hebben gehad. En je wordt geconfronteerd met het landschap op zich en de weer en de wind. En voor mij persoonlijk was dat in ieder geval een heel leerzame moment geweest om eens uit het atelier te stappen en in het landschap. Op een korte tijd met veranderend licht werk te gaan maken. Dus dat is zeker een hoogtepunt altijd van het jaar. Studie. Daarnaast worden er verschillende studietrips ook nog georganiseerd. We zijn naar Londen geweest, naar Parijs, naar Nederland een aantal keer, vaak meerdere keren per jaar om ook verschillende tentoonstellingen te bezoeken, musea, festivals, om je blik op de kunstwereld dat te verbreden en te leren kennen hoe dat kunst wordt gepresenteerd en hoe het hedendaags wordt gemaakt en gepresenteerd en hoe dat in het verleden werd gedaan. Dat is allemaal heel belangrijk om ook jezelf te ontwikkelen. En ook voor de groepsvorming heel belangrijk om elkaar beter te leren kennen, je docenten beter te leren kennen. Ook dat zijn hoofdpunten altijd in het jaar. Het model tekent, het wordt net als in alle andere richtingen, ook bij schilderkunst, 3 jaar lang achter elkaar gegeven. En dat is een constante factor eigenlijk in de studieloopbaan. Tekenen is net als voor van alles is dat de basis eigenlijk. Het leren nadenken met een lijn en een figuur tekenen, dat is natuurlijk niet evident. Dingen als anatomie, lijnvoering, textuur komen allemaal aan bod die je daarna ook weer in het schilderen kunt toepassen. Dus dat is een heel directe link en ook gewoon het feit dat dat jaar in jaar uit heel constant aanwezig is, maakt ook dat je heel gefocust een ontwikkeling kunt onderzoeken. En het heeft voor mij ook een directe positieve invloed gehad op de manier waarop ik schilder. Wel, ervaring en aanleg zijn zeker een pluspunt, maar de bedoeling is toch dat iedereen, het is mogelijk voor iedereen. Het belangrijkste is toch wel om een zekere motivatie te hebben en ook waar de leerkrachten naar kijken is het potentieel om door te groeien. Maar ook ja, een beetje een voorkennis en interesse over de beeldenkunsten is ook een pluspunt. Naar bereidwilligheid om te studeren, te zien en adviezen ook op te pakken en kennis op te doen, kennis toe te passen, schilderkundige methodieken toe te willen leren passen. En natuurlijk ook daarnaast een eigen
groot eigen initiatief. Een bepaalde gedrevenheid. Dus je moet elke dag op de academie zitten van 8:30 tot 10:00 s'avonds. Een eigen motto, een persoonlijkheid. Ja, veel interesse in de beeldende kunsten. Je moet graag doen wat je doet, alleen je moet kunst graag zien. Ja, alle docenten hebben hun eigen kunstpraktijk. Sommigen met een meer theoretisch karakter, anderen met meer materialiserend. Ze staan ook allemaal in de hedendaagse kunstcontext. Dus op die manier kom je daar als student mee in contact. Binnen de eerste 2 bachelorjaren krijgen studenten opdrachten. Refererende aan de kanon van de kunstgeschiedenis worden voorbeelden getoond, besproken en geanalyseerd. Het is niet de bedoeling dat studenten bestaande paradigma's kopiëren of imiteren. Ze dienen veeleer als een soort van leidraad. Grote thema's als het landschap, het portret, het stilleven en model komen aan bod.